De Twente derby tussen FC Twente en Heracles ambelo is door de Enschedeers verdiend met 2-1 gewonnen. Dit brengt rust en nu kunnen we verder bouwen aan het elftal. Aldus een opgeluchte Twente coach René Haken. Zeker op grond van de eerste helft had FC Twente het meest recht op de zege. FC Twente stond binnen 2 minuten op 1-0. Leren duwart haalde een schot van Harris Vuurkiek van de lijn? Maar in de rebound gleed Jensen de bal binnen. De thuisploeg was daarna hier en meester en kreeg grote kansen. Zo werd nog een schot van Vluki door duwarte van de lijn gehaald. Apathea, Heracles trainer John Stegeman Schrok van de apathie waarmee zijn ploeg begon. We hebben de hele week goed getraind. Maar als je dan ziet hoe we beginnen, dat kan echt niet. We kunnen de trainingsarbeid schijnbaar niet vertalen naar de wedstrijd. Dat is zorgwekkend, van het enorme twente overwicht was na de rust niks meer over en Paul Gladon maakte kopend gelijk. FC Twente was de weg kwijt. Maar kwam uit een mooie vrije trap van Hola toch op 2-1. Haken, Heracles had wat aanpassingen gedaan en daarvan raakten we in de war. Het is gelukkig goed afgelopen en nu is het zaak om aansluiting te houden met de minimoat, contractverlenging. In een hectische slotfase had zowel Heracles als FC Twente nog kunnen scoren. Na de zeegroep op FC Utrecht zei Twente coach René Hake dat zijn contract met een week was verlegd. Met de interlandweek die komt is dat nu twee weken, lachte de winnende oefenmeester.